Goedenavond, welkom bij een frisse nieuwe aflevering van Transparant. Vanavond praten wij met de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, dat is de heer André Nisikaba. Het zal tweedelig zijn, we gaan praten met hem over zijn politieke carrière en daarna over het sociaal beleid van president Desi Bouterse. Welkom, dit is Transparant. Yes, welkom terug. We praten met de heer André Nisikaba, hij is minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. We gaan het hebben over zijn politieke carrière in het eerste bedrijf. Minister, welkom in onze uitzending. Dank u wel dat ik hier mag zijn. Ja, u heeft het druk deze dagen. Heel erg druk. Ja, hoe gaat u daarmee om? Nou, politiek werk is altijd druk. Mm-hmm. Dus we zijn een beetje gewend met de drukte. Mm-hmm. Maar ministerschap heeft toch wel een heel andere dynamiek. Was het zo dat als volksvertegenwoordiger over het algemeen je faciliteert en mensen doorverwijst, de weg wijst. Mm-hmm. Nu binnen het beleidsdomein gaat men ervan uit dat je moet inkomen, want je hebt een budget. Ja, dus het is een andere dynamiek. Is het combineren, het politiek werk dat je moet doen en je ministerschap? Ja, kijk, omdat een minister is een politieke functionaris in mijn visie. Mm-hmm. En ik denk dat die samenleving, grote delen van die samenleving, ook daarvan uitgaan. Mm-hmm. Dus ik geloof niet in dat ding van technocraten die ministers zijn. Het is een politieke functie. En je combineert dat constant met dat politiek werk in deze fase. In die zin dat je inderdaad ervoor zorgt dat binnen je beleidsdomein je die samenleving dient. Precies. Die samenleving tegemoet komt en later zij de rekening gepresenteerd krijgen. Inderdaad, maar wat ik bedoel is bijvoorbeeld, u bent van de NDP. U bent niet alleen minister voor de NDP, maar politiek-wise bent u echt de NDP. U moet iedereen helpen. Natuurlijk. Ja. Maar dat is het professionele van dat werk, toch? Ja. Ook als volksvertegenwoordiger. Mm-hmm. Je komt uit een partij, je bent op de lijst geplaatst door een partij, maar op het moment dat je volksvertegenwoordiger bent, dan ben je voor die totale samenleving. Okay. Dus maar komt op kantoor, dan ga ik niet echt kijken welke kleur ben je. En als je van groen bent, dan ga ik je niet helpen. Nee, we helpen iedereen. Iedereen die komt, je hebt mensen die komen en je willen overtuigen waarom je ze moet helpen. En ze halen een lidmaatschapkaart van de partij. Ik zeg ze, het geeft niet, je hoeft me geen lidmaatschapkaart te geven. Mm-hmm. Ja, bepaalde mensen komen, probeer je uit te leggen, ik heb je gestemd. Dat is het laatste dat je moet zeggen. Ja. Want het is donker, de allemaal stemtapie. Want ik ben niet daar geweest, begrijpt u? Dus het punt is dat als je minister bent, dan ben je een minister voor die totale samenleving. En iedereen die komt, wordt geholpen. En dat is te doen? Het is te doen, ja. Oké. Okay. U bent van de NDP, dat hebben we eerder al aangehaald. De politiek in Suriname die is nu wel een beetje hard. We gaan naar de verkiezingen van 2020. Hoe beweegt André Nisikaba zich in de samenleving? Natuurlijk, op dit moment concentreren we ons op het ministerschap. Ik heb een job gekregen van de president om te doen op sociale zaken en volkshuisvesting. Dus de concentratie is nu daarop. We gaan straks in die fase van campagnevoering. Ja. Dat we met campagne en mm-hmm. you know me. Tenminste, dat op een politiek podium dan een campagne weer doen. Mm-hmm. Maar nu is de concentratie op zoveel als mogelijk. Er zijn heel veel vraagstukken op het ministerie van waar ik ben regarderen. En we proberen zoveel als mogelijk om te faciliteren, de mensen te helpen mm-hmm. Enzovoorts. U bent nog heel trots om NDP'er te zijn. Absoluut. Waarom? Ik denk dat het grootste cadeau dat Suriname heeft gehad na de onafhankelijkheid is het feit dat de revolutionaire beweging die gestart is, waarbij de kern was, Suriname is ons land en wij moeten de regie van Suriname in handen nemen. Dat is de kern van die revolutie. Dat wat een beweging was,
gegoten is in een duidelijke politieke organisatie. Mm-hmm. Dus die politieke organisatie die is opgezet in 87. Nou, een biggie kadogisranawan. In die politieke organisatie zijn al die idealen van de revolutie en van de revolutionaire gegoten. Mm-hmm. In iets dat men kan begrijpen. Ja. Nou, een organisatie, dus mensen kunnen lid van worden en mensen kunnen meedoen, meedenken, meebeslissen. Wanneer ik dat zeg, dan begrijp je waarom ik super trots ben op de Nationale Democratische Partij en dat ik lid ben van deze partij. Het is de enige partij qua het multi-etnisch karakter die in staat is om dit land de juiste ontwikkelingsrichting te geven. Omdat, en mevrouw Simons zegt het heel mooi, zeg, voordat we beginnen met allerlei projecten die we willen uitvoeren, is er één grote opdracht voor alle Surinamers. We moeten met elkaar samenleven. Ja. Want degenen die ons hier hebben gebracht, hun hadden juist een ander idee. Vandaar dat ze ons zo hebben geplaatst. De Ningre da Coroni, in Nikeri de Hindustanen, in Kamawijna de Javanen. Dat is onderdeel van de verdeel- en heerspolitiek. Ja, want u weet, een volk dat één is, is sterk. Als je verdeeld bent, ben je zwak. En dus is die eerste opdracht inderdaad dat we met elkaar moeten kunnen samenleven. En de NDP heeft dat de NDP heeft gedemonstreerd dat we alle groepen binnen één organisatie herbergen. En we tonen aan Suriname, dit is die Brom Tjidjari van jou. En alle groepen mingelen met elkaar om te komen tot wat we willen hebben. Ja, maar is dat nog uniek wanneer wij dus dat ook bewegingen zien binnen andere partijen in Suriname? Dat ze dus dan de deur open houden voor iedereen, zoals u dat zegt. Is het nog uniek wat NDP draagt? Zie daar de bijzondere bijdrage die NDP heeft geleverd. Want was het zo dat men sceptisch was tegenover het model dat we hebben gepresenteerd van multi-etnisch, multilingual, multicultureel. Mm-hmm. We zien dat na zoveel jaren dat anderen inderdaad ook inzien dat dat de weg is. En we zien inderdaad verschillende politieke partijen breed uitleggen, we zijn nationaal. Ja, en ik zeg altijd, wat je tot nu toe hebt gepresenteerd is niet nationaal. Want we kijken naar de structuren die je mag invullen. Ja. IVAP is nog niet nationaal voor mij. Ik kijk naar de fractie in het parlement bijvoorbeeld. Er is nog één groep. We gaan naar de verkiezingen, we zullen zien wat ze gaan doen. Ja, hoe ze de structuren gaan invullen enzovoort. En ik zeg, bravo, als dat... En ook Ronnie Brunsek, ik bedoel jij. Ja. Bravo. Spaans. Als dat de weg is, ik ondersteun dat. Want dat is the way to go. En we roepen alle andere partijen op. Die Sabia kost ooit NDP ook toe. Dat als een model noboom, dat we zien, dat we ze ook oproepen om inderdaad die weg op te gaan. Ja, maar dat kan ten koste zijn van de NDP. Nou, ik denk dat wat wij hebben neergezet aan ideologie... Mm-hmm. En de uitwerking van die ideologie in de praktijk. En ik ga maar één voorbeeld geven. Je kan kost NDP naar een bouta van Iwani. De momenten waarbij er huisvesting op grote schaal is gecreëerd voor deze samenleving. Ga naar in de geschiedenis, geloof me niet. Is wanneer Bouterse aan de macht is. Vanaf de jaren 80. Maar één voorbeeld te geven. Ja. Waarom ik denk dat men niet in staat zal zijn om ons te verslaan. Omdat we hebben bewezen dat we niet alleen aan theorie, zeg maar, multi-etnisch zijn en inderdaad gaan voor de ontwikkeling, maar we hebben het bewezen. De NDP, of noem het regeringen met een signatuur van Bouterse, hebben altijd fundamentele dingen gedaan. En een collega van mij heeft het zo plastisch gezegd een keertje. Hij zegt, haal alle bruggen weg uit Suriname. Ja? Pour alle die brokje, vanaf Nikeri. Kamawijnen, enzovoort. Ja, dat Yoshi een biggie bijdrage zijn die pilie. Van plotseling Woshitaki, wat communicatie betreft en wat verbinding betreft met elkaar, dat we die dingen niet meer hebben. En die dingen zijn gecreëerd, fundamentele dingen. Ja. Huisvesting, ontsluiting van het land, enzovoort. Die dingen staan daar. En dus is het goed dat we vragen aan anderen, noem één fundamenteel ding dat je hebt gedaan in jouw periode. Eén. Ik zoek het nog. Ja, maar ook, je hoort ook dat mensen aangeven dat elke keer wanneer de NDP aan de macht is, Akondri Egwene was een soort dal.
monitori en alle zo zijn dat die te kakondri is sakago inwandal. Hoe kijkt u tegenaan? De grootste inflatie die we hebben gehad, en laten we dat ding duidelijk zeggen. De grootste inflatie die we ooit in dit land hebben gehad, is onder Venetiaan tijdens SAP 1994. En laat iemand het ontkennen. De cijfers zijn daar. Ja. Dus wanneer men praat over wanneer NDP aan de macht is, economie. Wanneer wij al die periode bekijken, en is die revolutie altijd op vijandig toch? Ja? Omdat zeker in situaties van landen als Suriname, waarbij er grote rijkdommen zijn aan natuurlijke hulpbronnen, dan zijn er machtshebbers in de buiten het land, mogendheden, die azen op die rijkdommen. En die mogendheden hebben Europa, Amerika, die mogendheden hebben hun manieren hoe ze stoken en ervoor zorgen dat die ontwikkeling niet op gang kan komen, omdat ze natuurlijk grip willen blijven houden op relatief kleine landen als Suriname, vanwege die rijkdommen. En die dingen hebben we stevig gezien in de hele geschiedenis. En dat is ook, je moet eerlijk willen zijn om het aan te geven. Zolang NDP die naar macht die, dan wist je altijd dat het op allerlei manieren, ook via pionnen hier, wordt gestookt om die ontwikkeling niet op gang te brengen. Omdat die buitenwereld wil die grip blijven houden. Maar, ondanks al die tegenstand die komt en al die de zaken die komen vanuit buiten, hebben we toch gezien dat met innovatief regeren, dat er altijd dingen zijn gedaan. Mm-hmm. Wanneer we kijken naar deze regeerperiode, dan wil ik ook Bouterse 1. Wat Bouterse 1 heeft verzet, is wat anderen in 10 jaar tijd niet hebben kunnen doen. Vanaf huizenbouw tot infrastructuur, hoe kan ik al deze aan in de sociale sector, alle dingen die gedaan zijn, dat we straks allemaal nog aan doen. Hadden we geen problemen met onze financiën, waarbij onze belangrijkste natuurlijke hulpbronnen in prijs zijn gaan dalen, goud en olie, ja, dan met tegen ze bouten ze twee bodu. Maar natuurlijk, we kwamen in hele grote problemen. Ja. En eigenlijk, Tim Lukutoro gaat dat ook moeten maken. Misschien heeft hij gevoel op zijn, dus maar ze op zijn. Hij heeft alleen zijn de Sula bijvoorbeeld. Hij draait ook op elkaar in de brief. Hij heeft zijn. Maar dat is niet zozeer creëren, want hoe is jouw money? Wel, Luku, if mek oso na nya money, dan mi wan nya money ya. If opo a ofi na nya money, dan mi wan nya money ya. If Luku den bigis man na nya money, if seta infrastructure na nya money, dan mi wan chani tak me nya money ya. Yeah. En dat wordt nya money. Yeah. Met de ontwikkeling moest kongi as samenleving. Ja, en wanneer je kijkt naar de cijfers, dan zie je dat, en ik herhaal dit elke keer, wanneer mijn goudprijs was dicht bij de $1,800 voor 1 troy ounce, een blokje van plus minus 28 gram, 1800 in 2012, teruggedaald naar bijna 1000, is dat wat ik aan dat die? Mijn olie, 1 vat ruwe olie, $120 per vat in 2012, teruggedaald naar onder de 20. Weet wat dat betekent? Dat betekent dat eigenlijk in bankroet. Want alle je inkomsten, terwijl de vaste lasten etatsrevie, heb je geen inkomsten. Daarom moest er geleend worden en met, nogmaals, passen en meten, oepsapsa. Maar het was niet eenvoudig. Ja. Was dat niet het geval, dan zouden we veel meer kunnen doen. Maar gelukkig, we klauteren al erin. Ja. En we beginnen weer te werken voor die samenleving. En na 25 mei gaan we door. Bordeaux heeft gezegd, van waar dat geld nu? Want vroeger zeiden jullie van, hey, we moeten bezuinigen, we hebben geen geld. Maar nu zijn er heel veel projecten die jullie gaan uitvoeren. En hij was laatst in onze uitzending. Hij zei van, maar ben je maar veel aan Monino? Want Monino ben je, ineens zo is er geld. Dat Bordeaux, dan ben je volgaan nieuws zo. Waarbij we hebben aangegeven een grote dal, 15, 16, maar vanaf eind 17 kon 18, zouden we weer rustig klimmen. Dat is steeds gezegd door mij, door Abdul, door de president. En inderdaad, want je ziet ook toch, en Bordeaux moet die dingen gaan volgen hoor. Hij is de hele dag op Facebook, laat hij die dingen gaan volgen. We zien bijvoorbeeld dat die goudprijs een beetje weer is gaan dalen ten opzichte van de grote val. Hetzelfde met die aardolieprijs, waardoor de staat in staat is om de financiën weer op te krikken. En uiteraard ook met die smart leningen die worden gedaan, zijn er middelen om
die samenleving weer van dienst te zijn, want daarvoor zit je als regering. Ja, we gaan naar de verkiezingen van 2020. Er zal dus dan heel veel gedaan worden in dit jaar. Men geeft aan, toen je minister bent geworden, zei men van, eigenlijk de mapot misi kabade, voor Hali de Boussoukonees, maar daarom de potje na postde. Ik praat ook aan, ze hebben misi kabade daar geplaatst om eigenlijk de Bosland Creole zo een beetje te trekken voor de NDP. Dat is mijn frenemie. Als men inderdaad dat weet, moet men een strategie daar tegenover maken toch, zodat het niet gebeurt. Maar is dat zo? Ik denk dat iedereen en zijn mensen die het niet altijd eens zijn met mijn no-problem. Maar wat er niet gezegd kan worden van Missy Kaba, is dat Missy Kaba nou een lisman. Ik ben een keiharde werker, waar je me ook plaatst, ik ga mijn stempel drukken, dat is Missy Kaba. We hebben in het parlement onze stempel gedrukt en daardoor zijn grote delen van die samenleving achter me gaan staan. Ja? En met name de Maron groep, maar als je kijkt naar de uitslagen van de verkiezingen, dan zie je dat niet alleen Maron op mij hebben gestemd. Mm-hmm. Ook mensen in Weg naar Zee en Welgelegen hebben op mij gestemd. Dus de hele grote delen van die samenleving zijn zich achter mij gaan stellen. Overigens, voordat ik in de politiek was, ik heb me altijd maatschappelijk bewogen. Ook in de kerk. Ja, en mensen zien en wat je doet valt op. Mensen hebben vertrouwen, gaan achter je staan. Als mijn functioneren op sociale zaken in de smaak valt van die samenleving en de samenleving daardoor acht mee gaat staan, wel, dan heb je Rocco met dat type sa. En als het nou de Maron is of wie dan ook, mensen kijken naar als je werkt en als je werk gaat mee ondersteunen. En ik moet zeggen dat ik heel goed ben ontvangen op sociale zaken door die samenleving. Mm-hmm. En de ondersteuning, trouwens de mensen die op social media volgen, ik heb hele grote ondersteuning vanuit die samenleving. Dus men moet jaloers worden, laat men ook gaan werken, dan gaan mensen ook achter hen staan. Dus het is geen strategie van de heer Boutersen om u daar te plaatsen voor de Bosland Creole? Voor zover is dat mij niet bekend. Ja. Hoe zwaar zal het zijn voor de NDP na de verkiezingen van 2020? Een regering die werkt voor zijn volk hoeft nooit bang te zijn voor de verkiezingen. En daarom is het altijd, wanneer ik aangeef dat de NDP weer de verkiezingen gaat winnen, dan heeft dat te maken met het feit dat die regering werkt. Ja. En het werkt. Ja, we hebben, ik heb 2 jaar terug geprojecteerd 30 zetels in Wintuwai, vergadering van Wintuwai. En ik ga u zeggen, als het even gek loopt, ik zeg het even zo, kan het meer worden. Maar in elk geval ga ik tenminste voor status quo. Dat betekent dat we weer 26 halen. Jullie winnen dus dan weer grandioos. We winnen de verkiezingen weer. En nogmaals, dit is ingegeven door het feit dat die regering werkt. Ja, maar dan horen we ook andere geluiden. Ik ga even weer terug naar het gesprek met de heer Bordeaux hier. Hij zei bijvoorbeeld, eigenlijk de man voerwerk, daarom de man Kotapa 26. Want als je naar Marwijnen kijkt, dan zie je dat bepaalde mensen daar zijn gaan stemmen. Die bijna, de man of haar presidentie. Dus eigenlijk de man transporteert de smakko stem naar Marwijnen, allerlei zaken. En jullie gaan die ruimte niet meer krijgen deze keer. Dus het gaat jullie niet lukken. Ik kan 2 dingen daarop zeggen. Op de eerste plaats, dan is Bordeaux heel laat met zijn bevinding om dat publiekelijk kenbaar te maken 4 jaar na de verkiezingen. Want we hadden het eerder niet gehoord. En ten tweede, ik ga niet beginnen om te vertellen wat Abob allemaal heeft gedaan in Marowijne. Het gaat ons te ver voeren. Die samenleving weet het, laten we dat ding daar laten. Ja. Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Laat Bordeaux bij zichzelf te raden gaan over wat hij probeert in de schoen van NDP te werpen, wat Marowijnen betreft. Ja, hoe zitten jullie in Marowijnen? De NDP heeft 1 zetel daar. En die 1e zetel is gegarandeerd. En het werken is naar de 2e zetel. Ja. Het zal hard werken zijn, maar het is niet onmogelijk. Mooi. Mooi. We gaan naar het sociaal beleid. U bent de minister geworden. Ik bedoel, u heeft heel wat gedaan in de afgelopen tijden. Trouwens, u bent veel in de media. Komt het dat u dat probeert, uzelf probeert te brengen? Of is het
Of is het meer de zaken die gebeuren? Vertel. Ik weet niet. Als ik het beleid van de Warrekeet uitmaak en als ik het beleid van Lime TV of noem maar op elke andere media, Star News, ik maak het beleid niet uit. Ik zit niet in de redactie. Ja. Dus als een van de media meebrengen, dan heeft het waarschijnlijk te maken met het feit dat ze van oordeel zijn dat ik iets nieuwswaardig heb gedaan. Ja. We werken. Ik ben elke dag bezig, zelfs op de zondag. En het valt kennelijk op. Ja. En dingen zijn nieuwswaarde. Mm-hmm. Ik heb altijd gezegd, een minister is een dienaar van het volk. Trouwens, het woord minister betekent letterlijk dienaar. En dat is de manier ook hoe ik mij profileer als minister. Ik ben een dienaar van het volk. Dat betekent vanuit mijn beleidsdomein, ik blijf dat zeggen, omdat ik een bepaald beleidsdomein heb. Wanneer er dingen spelen die voor oplossing schreeuwen, dan gaan we daar gaan en dan gaan we dat oplossen. Vanmorgen was ik in Sofiasluis weer, want ik was zondag daar vandaag weer. Maar dat was in het kader van een van de crèches die we ondersteunen als sociale zaken en volkshuisvesting. Maar waarbij we als beleid hebben dat eigenlijk de instellingen, de sociale instellingen, zelf moeten zorgen voor tenminste hun groente. Dus we zijn bezig met een project om bij alle al die crèches een moestuin te maken. En in dat kader was ik daar gegaan om een startsteen te geven daar van die moestuin van Sophia Crash. Ja. Ik ben in het veld. Ik werk. En als dat opvalt bij de media, wel, dan zijn we dankbaar dat de dingen worden gebracht. Ja, het sociaal contract van de regering Boutersen en de samenleving. Jullie zijn ermee bezig. Ik had niet lang terug de heer Ramotar Singh hier. Hij is van de VES. En hij zegt, je kan niet een sociaal beleid uitvoeren met gelden die je leent. Eigenlijk zou je vanuit jouw eigen middelen dat moeten doen. Want eigenlijk, je hebt desma, maar je hebt ook andere gomoro. Iemand begint daar omdat die leent bijvoorbeeld, omdat je gebruik moet zijn, je gebruikt. Hoe kijkt u tegenaan? Ja, hij is geen minister, hij is geen president, hij is geen vicepresident. Hij zit niet in een politieke functie als zodanig. Dus ik begrijp dat wanneer je daar buiten staat, dat het makkelijk is om inderdaad allerlei dingen te zeggen. Dus wanneer hij de regie van dat land in handen zou hebben, zou hij anders praten. En ik ga ook uitleggen waarom ik dat zeg. Ja. Wanneer je een samenleving hebt die gestructureerd is, waarbij je een hele grote sociale sector hebt, en misschien moet ik zeggen heb gecreëerd, waarbij we veel dingen betalen voor die samenleving. Ja? AOV, en u kent die discussie over AOV, waarbij sommige mensen zeggen, maar waarom moet een rijkaart ook AOV krijgen? Ja. Ja toch? En die rijkaart zegt, maar ik heb netjes gestort, dus ik heb er recht op. Dus dat is een discussie. Ja, inderdaad. Maar wij hebben onze samenleving ingericht. We geven AOV, we geven kinderbijslag, we geven sociale woningen aan mensen. You name it. Het is inderdaad, nu ik ook op het ministerie ben, is het winti wailanti pai. Na zo richt uw samenleving, aan de bouta richting in zo. Ja? Het is begonnen bij de oude politiek. Wanneer je dat land overneemt, en die vaste lasten zijn daar, die verworven rechten van mensen zijn daar, dan laat meneer Ramotar zien, zo mooie dingen uitleggen, maar je kan die mensen die al een recht hebben verworven en zitten te wachten op die sociale steun, whatever, kan je niet gaan vertellen, ik ga je dat ding niet meer geven. Dan moet hij maar president worden, dan moet hij die impopulaire maatregelen komen nemen. Ja. Ja? Je bent ermee geconfronteerd dat de regering gaat moeten betalen. Wanneer we met elkaar afspreken, samen met de VES en iedereen, vakbeweging, bedrijfsleven, hey, lukuno, die lasten zijn te zwaar voor de staat geworden, laten we met elkaar kijken hoe we die dingen gaan afbouwen. Dan moeten we dan een contract maken met elkaar, dus een overheid, vakbeweging, bedrijfsleven, MEPAT, VES en alle andere functionele groepen, dat lukuno is naar richting Pewogo. En laten we deze 7 afspraken maken met elkaar. En alle regering zei, kom, we horen naar de CB's aan die zee. We gaan A afbouwen, B afbouwen. Dat nou een trassot sani. Maar je kan niet gewoon zo komen, omdat je regering bent, dan kan je bepalen van die sociale steun die we daar geven, moet niet meer betaald worden. Terwijl dat in 40 en 50 jaar al betaald is en mensen er gewoon gewend aan zijn. Ja. Dus
Aan de ene kant zeg ik, natuurlijk moet je in de gaten houden dat je niet kan uitgeven wat je niet verdient. Mm-hmm. Dus je moet in balans houden de inkomsten en de uitgaven. Maar die verworven rechten van die samenleving moet je blijven doen. En als meneer Ramotar Singh van oordeel is dat we dat niet moeten doen, laat hij op de lijst komen staan en laat hij tenminste 7 zetels halen met zijn partij. Laat hij dan een presidentkandidaat, voor mijn part laat hij zelf presidentkandidaat zijn. Met de stemtap in, dan kan hij die dingen komen uitvoeren. Ja, ja. Krijgt u elke dag mensen op het ministerie die, die zorg nodig hebben? Absoluut. En hoe gaat u daarmee om? Niet eenvoudig, omdat je soms niet altijd de middelen voorhanden hebt. Ik krijg allerhande dingen. Een paar dagen terug kreeg ik een mevrouw, 35 jaar of zo, mm-hmm. met een kind van 2 jaar. Kind loopt niet, praat niet, ziet niet. Mm-hmm. En ik schreef normaal... Hori, napu. Zelfs het afgaan moet die moeder helpen met de hand. Mm. Hori misreef nog kreeg, eerlijk. Te veel. En volgens die mevrouw was het een fout van een medicus. De zaak is in processing enzovoort. Het punt is dat op een gegeven moment, terwijl Afroy verteert mijn verhaal en ze. Eigenlijk was gekomen voor huisvesting, mm-hmm. begon ze te huilen. Ja, ja, en al dat soort dingen krijg je. Mensen, laatste moeder van 9 kinderen, geen huis, over straat, binnen die meeting, dat ijsribi, huisvesting. Ik heb op dit moment geen huizen, want we hebben geen doorgaans, we hebben geen noodopvang. Mm-hmm. Wat ik wel heb gedaan, we hebben ervoor gezorgd dat ze inderdaad qua eten, even, akam sadindé, ja. En zo heb je allerhande dingen die komen. Het is niet eenvoudig. Soms is het inderdaad te veel. En Theodore Osso, dan ben je uitgeput. Niet zozeer lichamelijk, maar geestelijk ben je uitgeput. Want je zit je af te vragen, wauw, dit is ook in die samenleving. Maar met gebed en vertrouwend op de Heer, we hebben sadindé. Oké. U zei daarnet, er zijn geen huizen, maar er is toch beloofd dat de regering dus dan huizen gaat bouwen voor de samenleving, voor de mensen die het tenminste nodig hebben. Hoe gaat dat dan? Ja, ik heb 2 programma's op het ministerie die later in het jaar gaan lopen. Okay. 1 is AHP, Affordable Housing Project, voorheen Lifts 3. Mm-hmm. En in dat project ga ik wat nieuwbouwwoningen opzetten, maar dat is niet veel. Mm-hmm. Maar in dat project ga ik vooral kunnen renoveren en uitbreiden. Okay. En we zijn in de voorbereidingen, logistiek, organisatorisch, om later in het jaar te starten. Waardoor de massa, olangas, maar in elkaar, ook nu een bouwkamer bij, want dit komt bij, maar u heeft dat geld niet, dat er subsidie gegeven wordt. U geeft een deel, het deel dat u geeft kan ook in natura. En vanuit het project komen we met een deel, dus dat gaat lopen. Het tweede is een LMISP. Low Middle Income Shelter Program. Mm-hmm. Dat is een project waarbij mensen ook subsidie kunnen krijgen tot ongeveer 100.000 SRD. Okay. Om hun huis op te zetten. Dus dat is sociale zaken, maar dat is heel erg beperkt. Mm-hmm. Maar landelijk is president Bouterse bezig en hij heeft een team gemaakt. Ik zit ook in dat team. Om bouwkavels in grote getallen, daar praat ik over duizenden, ready te maken. Bijvoorbeeld de concessies van Suralco die teruggegeven zijn, Kopieweg, maar ook in Kommerwijnen, in Coroni, diverse plaatsen, zal er duizenden bouwkavels worden gemaakt. Die gebieden zullen in cultuur worden gebracht, waardoor samen met dat woningbouwfonds en garantiefonds dat nu in de maak is in DNA, ja. Waarbij de regering middelen gaat stoppen in dat fonds, en mensen via een woningbouwcorporatie een lening kunnen doen. Want toen de regering begon met een woningbouw, zijn ze gestuurd op 2 problemen. 1, grond en 2, financiering. Dat van grond is opgelost. Dat van financiering is ook opgelost wanneer die wet is aangenomen. En volgens de voorzitter van DNA, derde week juli, is die wet af. De regering is stort naar INI. Mm. En dan kunnen hebben mensen geen financieringsvraagstuk meer. Mensen kunnen gaan lenen en dus maar kan bouwen de osso. Mm. Dus daarom vraag ik steeds aan die samenleving nog heel even geduld. We komen eraan. Ja, mooi.
Even terug naar de politiek, want we hebben zo'n beetje gesproken over uw sociaal beleid, maar even terug naar de politiek, want we gaan zo afbreken. We gaan naar de verkiezingen, ik zei het al. Waar ziet u de uitdagingen? Kijk, de middelen zijn niet voorhanden. De financiële middelen. Mijn collega van Financiën moet steeds inderdaad bijna maar moet doen wonder om de noodzakelijke. Bijvoorbeeld, ik moet AOV betalen. Nu heb ik 2 missies in het binnenland die zijn gaan betalen. Marowijnen en boven Suriname. Dus daar is die uitdaging in. Dat je inderdaad op tijd de middelen krijgt om de dingen te doen die je moet doen. Want politiek gezien kijken de mensen naar wat je doet. Dat is 1. 2. Ik hoop van harte dat we met z'n allen kunnen afspreken dat we een fair verkiezingscampagne gaan houden. Dat we niet gaan uitschelden. Mm-hmm. Want Hari kan deel naar Trobi naar Hari. Ja. Haar Harma Kandra. Maar dat we niet gaan uitschelden en allerlei dingen die we in het verleden hebben gehad. Dat we die dingen niet gaan hebben. Dat mensen gewoon hun campagne gaan voeren. Campagne aan de Ozo. Als een kan ablibi, mm-hmm. een probleem dan dat hij tien haar Hari kan doen. Want als je soms kijkt naar wat men allemaal doet op social media, ja. dan voorspelt dat niet veel goeds. Maar het is misschien goed dat we toch die oproep doen aan alle verantwoordelijke politici. Dat we de zaak toch zodanig houden dat we geen grimmigheden krijgen die niet van nood zijn. Maar doet men dat niet door frustratie van wat er allemaal gebeurt in Suriname? Want iemand zei het nog van, ik kos af Facebook, maar eigenlijk, maar je frustreert. Ja, maar zelfs als je gefrustreerd bent, heb je een verantwoordelijkheid toch? Je hebt een verantwoordelijkheid om binnen de perken van waarden en normen te blijven toch? Ja. Je kan niet wanneer je een misdrijf hebt gepleegd dat je collega uitdacht. Ik ben frustreerd. En natuurlijk, een rechter hoort dat je bent frustreerd, maar toch hou straf je. Ja, ja. Je begrijpt. Dus het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal om ervoor te zorgen. Er zijn ook dingen die mij op de grens van frustratie brengen. Mm-hmm. Natuurlijk, met kibrimisreven frustratie en stress. Dat zijn dingen, ja, je bent niet eens met altijd toch. Mm. Maar dat betekent niet dat ik een ander moet komen uitschelden. Ja. Mensen die me kennen weten dat ik me niet zo op die manier gedraag op social media. Mm-hmm. Dus we doen een beroep, we hebben frustratie, kom praten, praat met iemand, los dat aan op. Maar dat betekent niet dat u het ontoelaatbare moet doen. Ja, maar zelf mensen binnen uw eigen partij doen dat. Hoe dealen jullie daarmee? In elk geval, we praten met de mensen. Uiteindelijk hebben mensen een eigen verantwoordelijkheid vanuit de organisatie. Praten we met de mensen. En het is veel minder geworden, dus het praten helpt. Mm-hmm. Dus ook van deze plaats doe ik een beroep op alle NDP'ers. Ik van voorstel op elkaar UNO, dat UNO de biggie one in aantal. Maar we moeten ook groot zijn in gedrag. Dat wij inderdaad als grote partij het juiste voorbeeld steeds geven. Is de heer Boutersen fit voor nog een termijn? Op de eerste plaats zou hij zelf die vraag moeten beantwoorden. Boutersen is geen 40 jaar meer. Dus een Amanoman Dusan zou maar 40 jaar meer doen. Als ik kijk naar hem, zeker na die samenleving was op de hoogte toen hij enkele maanden of misschien iets langer dan een jaar terug naar Cuba moest gaan voor een grote operatie. Hij had het zelf bekendgemaakt. Ik moet zeggen dat hij heel goed is hersteld als ik kijk fysiek naar hem. En als God hem het vergunt, zie ik hem gewoon nog inderdaad die campagne draaien. Ja. Ja. U ziet hem nog als president ja. na 2020? Jawel. U heeft er geen moeite mee? Helemaal niet. Ja. Ik denk dat hij zijn werk wil afronden, zijn legacy wil neerzetten. En als ik zo kijk naar alles wat nog gedaan moet worden en we nog een paar maanden hebben, eigenlijk in principe we feitelijk 5 tot 6 maanden. Ja. Omdat mineteren jullie morgen. Dus we hebben augustus, dan heb je reces. Dan heb je oktober, november. Ik tel december niet, want we feesten in december. Dan heb je januari, februari. Ja. Misschien nog maart, want de 2 andere maanden zijn echt campagne. Dus in principe heb je maximaal 6 maanden effectief om beleid te maken. En ik zie Boutersen zijn werk niet af hebben. Dus ik gun hem van harte nog een termijn, een derde termijn.
om het werk af te ronden. Maar uiteindelijk zal hij zelf moeten beslissen, ja, dat wat, wat hij gaat doen. Mooi, maar ik heb vaak gehoord dat wanneer, als Boutersen nu uitvalt, NDP, ik vadolik wat pakkie karta, de mataki. Het is Boutersen die eigenlijk de partij bijeenhoudt. En als hij nu echt, ik sabi van Magwe, NDP, ik vadolik wat pakkie karta. Het zou natuurlijk, als dat inderdaad zou gebeuren, zou het een hele grote aanfluiting zijn voor alle NDP'ers. Je begint daarmee. We moeten erkennen dat Boutersen een stabiliserende factor, het gezicht, de gezaghebbende persoon is die wanneer er hier en daar ruzies zijn, soms tussen toppers, vanwege zijn gezag als hij ertussen komt, dat hij kan bemiddelen. Dus die dingen spelen sowieso een rol. En als Boutersen komt weg te vallen, en ik hoop niet dat hij plots wegvalt. Mm. Ik hoop dat zoals hij gestart al is om op een rustige manier de zaak zodanig over te dragen. Mm-hmm. Ik begrijp je dat hij de gelegenheid kreeg om inderdaad dat rustig te doen en dat hij niet plotseling wegvalt. Er zal minimaal een setback zijn. Maar ik denk dat er voldoende verantwoordelijken in de NDP zijn die de zaak gaan kunnen opvangen. Niet eenvoudig om deze kolossale partij van meer dan 110.000 leden en sympathisanten bij elkaar te houden. Boutersen is in staat geweest dat te doen. En is in staat dat, en hij doet dat nog steeds. En de mensen die gaan volgen, ik bedoel, je kan Boutersen niet vervangen. Ja. Het zal geen makkelijke klus zijn, maar ik vertrouw op de verantwoordelijkheid van de mensen die nu mede de leiding uitmaken. Maar ook de verantwoordelijkheid van elke NDP'er dat we de partij bij elkaar houden, mocht het zijn dat Boutersen komt weg te vallen. Ja. Wat we natuurlijk niet bidden en hopen. De NDP heeft dus dan nog steeds een toekomst? Het zou een grote aderlating zijn voor Suriname wanneer het geschenk NDP, zoals ik heb aangegeven aan het begin, dat namen Robby die cadeau zijn revolutie bij Kantjargi Sranang, doordat de idealen van de revolutie gegoten zijn in een partij en die door kunnen gaan. Het zou een grote aderlating zijn als dat zou komen weg te vallen. Overigens denk ik dat een partij die landelijk is gestructureerd in alle resorten van dat land, in alle districten, dat het onmogelijk is dat zo'n partij terugvalt naar niets. En in ieder geval de jongeren die opkomen in de partij, wij gaan door moeten gaan met de partij. Als het aan mij alleen ligt, zal de NDP blijven leven. Ik heb grote toppers gehad in de politiek hier in Transparant. We hebben de VAP-voorzitter gehad, dat is de heer Santoki. Die heeft uiteindelijk aan het einde van ons programma duidelijk gesteld dat de VAP niet zal samenwerken met de NDP na 2020. Doe is ook breed uitgekomen. Wij werken niet met de NDP na 2020. ABOP heb ik niet echt van de voorzitter dat gehoord, maar we hadden Bordeaux hier. Die zei van, ik bedank zelf als ondervoorzitter van de partij als ABOP samenwerkt met de NDP. Wat is het probleem met NDP dat die mensen niet samen willen werken? Dus dat zouden zij dat moeten zeggen. Ik weet het niet. Wat denkt u? Nee, maar wat ik wel ga zeggen, is dat de verschillende partijen die u genoemd heeft, dan ook aan die samenleving gelijk moesten zeggen, we zijn dan bereid om weer in de oppositie plaats te nemen. Want dat gaat gebeuren. Want NDP gaat weer de regering vormen. Ja. Dus, en ik ben blij dat ze zo hard zijn gekomen, want hij draait aan je denbaka. Ja. Ja? En eigenlijk zou ik ook willen zeggen, dat de mensen die zo roepen, we werken niet, ik zou willen zeggen, maar ik ga niet zeggen. Maar ik zou willen zeggen dat ze dan ook niet naar Leensberg moeten gaan. Maar ik ga het niet zeggen. Ja. Maar dan moeten ze aan die samenleving vertellen, beste samenleving, het is zo principieel voor ons van de VAP. Het is zo principieel voor ons van de DOE. Het is zo principieel voor ons, voor ABOP. Ja, want die ondervoorzitter van ABOP heeft hier gesproken. Ik ga niet ervan uit dat hij dingen heeft gezegd zonder af te stemmen met zijn voorzitter. Het is voor ons zo principieel dat wij
bereid zijn, dus teo stemt op UNO, hori kan ik ook wel gewoon oppositie maken. Als ze dat ook zeggen, dan pas neem ik ze serieus. Ja, maar u neemt ze niet serieus. Politiek talk. Anders, dan moeten ze stoppen naar Leonsberg te gaan. Dat heeft u wel keihard gezegd. Nou, absoluut. Anders moeten ze dus dan stoppen om naar Leonsberg te gaan. De laatste woorden van de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, dat is de heer André Musikamba en ook natuurlijk ook politicus. Hij is van de NDP. Minister, ik moet u bedanken voor het woord. Ik zie u heel veel succes met uw werk. Graag gedaan, dank u wel. Wij gaan eruit voor wat deze aflevering van Transparant betreft. We hebben het heel goed gevonden om hem hier te spreken. We zijn er dus dan trouwens in een nieuwe aflevering. Mede namens de hele crew hier bij Lime TV en natuurlijk ons mede-presentator Donovan Wilkerdijk. Tot trouwens.